In het ziekenhuis hebben we de financiële functie samengebracht met de HR-functie. Dus we hebben één afdeling, financiën en HR. Dat noemen we de afdeling MAC, Management Advies en Controle. Daar hebben we een concerncontrole, dus dat is de controle die op concernniveau de rapportages maakt voor de raad van bestuur. En we hebben businesscontroles die in dezelfde afdeling zijn geplaatst en die binnen de afdelingen, we noemen de afdelingen resultaatverantwoordelijke eenheden, het management van die afdelingen, van die resultaatverantwoordelijke eenheden, adviseert. En ook rapportages maakt voor die betreffende afdelingen. Ik denk dat de functie van businesscontrole al heel belangrijk is. In een minder goed lopende economie en bij toenemende concurrentie wordt het inderdaad steeds belangrijker om een goede businesscontrole te hebben die dus niet alleen maar de cijfers aanreikt, maar ook alternatieven aanlevert van we zouden het zo en zo beter kunnen doen. Ik denk ook dat een competentie als ondernemerschap steeds belangrijker wordt voor een businesscontrole. Dat die alternatieve vormen van ondernemen kan aandragen. Dus ja, het wordt meer van boekhouder naar echt een persoonlijkheid die belangrijk wordt. Ik denk dat er verschillende vaardigheden van groot belang zijn en blijven. Allereerst de basisvaardigheden, dus een goede financiële basiskennis is en blijft belangrijk. Met natuurlijk het feit dat je analytisch moet zijn en kritisch moet zijn richting de directie van een organisatie en het management waarvoor je werkt als business controller. Dat is een stukje basis. En wat je verder nu ziet is dat het ook steeds belangrijker wordt dat je als persoon in zo'n managementteam ook een belangrijke rol kan vertolken. Ja, er wordt van je verwacht dat je enerzijds kritisch bent. En als je kritisch wilt zijn en daar ook iets mee wilt doen, dan zou je ervoor moeten zorgen dat je een onderdeel bent van dat team. Dus teamspeler zijn, inspirerend zijn, kunnen overtuigen dat er iets moet gebeuren, dat bepaalde maatregelen moeten worden genomen. Dat soort aspecten denk ik dat het steeds belangrijker worden. Mijn tip is altijd, loop een keer mee, werk mee, verbind je met de mensen waar het om gaat. Dan krijg je vanzelf een goede plaats in dat managementteam. Het is belangrijk dat je van de boekhoudersplek afkomt en echt een onderdeel uit gaat maken van een team. En dat je meer bent dan een papieren tijger.